Dames en heren, goedenavond. Vanuit het café Zaanzicht hebben we weer een Zaansgras. We hebben vandaag weer drie gasten aan tafel. De eerste gast is Erik Herings van Hella Sport, Kudu Kemper van de Zaanse Sportkrant en Guillaume Groot van Assen Delft. Erik. Goedenavond. Goedenavond. Je had gisteren een vrije ronde. Heb je nog wat gedaan met je jongens of gewoon allemaal lekker vrij af? Nee, we hebben ze allemaal vrij afgegeven. Ze doen genoeg. En, dus een weekendje tussendoor niets doen is voor hun ook wel lekker. Dus jij ook lekker thuis op de bank of ben je naar Utrecht gegaan? Natuurlijk naar het stadion, ja. Elke keer als wij niet hoeven te spelen of Kai speelt maar op zaterdag of vrijdag, dan zit ik wel in het stadion. En hoe trots was je gisteren na die goal? Nou, sowieso altijd wel trots. De goal 4 is natuurlijk iets uitbundiger als je zoon hem zelf scoort. Dus ja, leuk. In de Zaanstreek hebben we het veel over de fusies. Ja. Hoe sta jij er tegenover? Over de drie verenigingen Zalandia, Silvermeel en Hellasport om samen te voegen? Ik denk dat een fusie tussen die clubs prima is. Ik hoop alleen dat de insteek van een fusie altijd moet zijn dat er een gezonde vereniging ontstaat. En niet zoals ik nu tegenwoordig in de Zaanstreek heel veel van hoor van ja, we moeten naar de topklasse of hoofdklasse. Ik denk dat dat er niet een insteek moet zijn voor een fusieclub. Maar zeg je daarmee ook dat er een van de verenigingen niet gezond genoeg is? Nou ja, nee, niet. Financieel heb ik er echt geen kijk op. Het enige wat ik zie is dat er de terugloop in de jeugdafdeling van Hellasport plaatsvindt. Dat Zaanlandia wel een hele grote jeugd heeft. En dat zou helemaal niet zo erg zijn om dat bij elkaar te brengen. En Zilvermeeuwen is natuurlijk een hele goede kandidaat, maar mede omdat ze volgens mij van het sportpark af moeten. Laten we Kudu Kemper naar voren halen en zijn visie over de fusies laten spreken. En daarna hebben we het ook nog over zijn magazine Zaansgras. Kudu Kemper! Ja. Nou, Kudu. Ja. Laten we meteen beginnen. Hoe sta jij tegenover de fusies in de Zaanstreek? Ja, het lijkt mij fantastisch dat de clubs als Zilvermeeuwen, Hellasport en Zaanlandia bij elkaar gaan. En ik heb begrepen dat het allemaal bij Hellasport gaat plaatsvinden. En, fantastisch lijkt me dat. Ik hoop eigenlijk dat ze naar de hoofdklasse kunnen gaan. Jongens aan kunnen sturen, tenminste aan kunnen trekken. En daarbij ook nog misschien nog wel betaald voetbal in de Zaanstreek. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat is het enige. Het is niet zo dat je denkt van nou, dan hoef ik redacteuren minder op het pad te sturen. Ja, ook dat natuurlijk. Dan kost het weer besparingen. Ja, nee hoor, wat het mij om gaat is dat de sport in de Zaanstreek op een hoger niveau gaat. En dat is fantastisch. Dus jij denkt dat met deze drie clubs bij elkaar, dat het naar een hoger niveau gaat? Nou ja, ik denk het niet. Ik hoop het. En dat ligt natuurlijk aan de jongens die het gaan besturen, de club, hoe zij dat bewerkstelligen. En ik weet ook niet wat hun ambities zijn, alleen ik spreek alleen mijn wens uit. En, ja, Erik geeft het aan, de clubs moeten wel gezond zijn. Ja. En Hellasport heeft dan wat minder jeugd, Zaanlandia wat meer. Deel je die mening of kijk jij er toch anders tegenaan als buitenstaander? Nou ja, dit deel mijn mening. Ik zie dat bij Hellasport de jeugd steeds minder wordt. En terwijl ik het bij andere clubs zie ik wel veel jeugd. En waar het nou ligt, ik heb geen idee. En ik denk ook dat het gezond is als er drie clubs één club worden. En je bent wel bekend naar de naam van de club. Wat voor clubnaam ze zullen krijgen. Nou ja, we hebben het over de jeugd. En je zegt al, Erik, bij Hellasport is het niet dusdanig meer. Maar maak jij nog wel gebruik van A-junioren bij jouw eerste team? Ja, we hebben twee lichtingen gehad die goed zijn. En er zitten nu heel veel eerstejaars bij de selectie. En het is niet zo dat we een hele slechte jeugd hebben, alleen de aanwas is niet zo groot meer. Dus je praat overal over twee of drie teams bij Hellas. En, ik maak natuurlijk gebruik van talentvolle jongens. Dus je past af en toe wel een jongen in jouw elftal die zijn minuten maakt? Als hij goed genoeg is wel. Je moet niet inpassen, vind ik, als hoofdtrainer om in te passen. En omdat het zo leuk is om een jongen van 16 of 17 te laten debuteren. Hij moet wel zijn waarde hebben voor het elftal. Ja, ja, nou, over de fusie nog heel even. Wat ik heel belangrijk vind, is de visie van een nieuwe club. En ik vind dat de fusie eerst moet ontstaan om een goede vereniging te krijgen. Wel met een bepaalde visie. Want ik denk, als ze dat niet doen met z'n drieën. En ze gaan in die woestijn staan van al die kinderen met het bordje van wij hebben de beste trainer en wij hebben de beste accommodatie. En ze gaan gewoon weer naast KFC en Fortuna staan die het goed doen. En in Assen Delft is bijvoorbeeld ook een club die het goed doet. Ja, dan
je moet het anders doen, denk ik. Ja, maar voor mij, ik ken je denk wel langer dan vandaag, dat je toch ambieert naar een hoger niveau te gaan. Tuurlijk, absoluut. Ja. Dat zou ik fantastisch vinden. Dat zou absoluut goed zijn voor de Zaanstreek. Kunnen we dan je zoon binnenhalen binnen de Zaanstreek? Of wordt dat moeilijk? Ik weet niet hoe lang het gaat duren. ja, precies. Ja. Nou ja, dat begrepen heb voor volgend jaar ergens. Of, de fusie die doorgaat. Ja, ze willen zo snel mogelijk van start. Ja, het volgende seizoen willen ze eigenlijk al stappen gaan maken. Ja, precies. Dus. Ja, de fusie huur ik jullie. Zien we dat ook in jouw nieuwe blad? Ik noem het jouw nieuwe blad. Nee, want het is met jouw kindje natuurlijk. Ja, precies. Zien we daar wat in terug? Ik wil eerst vooropstellen dat het niet mijn blad is. Want het is het blad van ons allemaal. De redactie werkt hier keihard aan. En de afdeling verkoop. Die probeert toch maar weer dit financieel dicht te krijgen. En het is niet mijn blad. Gewoon jongens, het is van ons allemaal. Verder. Op je vraag terug te komen of daar iets in komt. Ik denk het wel. Ik heb wel heel snel even gekeken in de lijst van welke artikelen er voorbij zouden komen. En ik heb wel iets vernomen dat er daar iets over geschreven gaat worden. Ja, en hij komt al snel uit. 13 december, begreep ik. Ja. Ga je nu het redden? Want er moet zoveel in. Het is best een dik blad. Ja. Ga je die 13 december redden? Ja, absoluut. Dat gaan we zeker redden. Ja, zeker. Want je bedoelt, het is een groot feest, 8 december, dan ben je natuurlijk jarig. Oh ja, jarig. Tussendoor. Ja. Nou ja, ik heb, natuurlijk, mijn verjaardag moet ook even tussendoor gevierd worden. En dat gaat wel lukken, zeker. Ja. Nou, we hebben natuurlijk ook altijd speler van de week en dat soort dingen. Ja. Komt dat ook in je blad weer terug? Kunnen we daar wat van terugvinden? Ik verwacht van wel. Hoe dat daar een invulling aan gegeven wordt en hoe de layout eruit ziet, dat weet ik niet. Dat moet even naar opmaken. Maar dat zou natuurlijk wel, en het is wel inderdaad een item wat erin moet, absoluut. Ja, ja, en eigenlijk wil ik eigenlijk nu een soort sound hebben dat het tromgeroffel is. Want jouw kennende komt er een prachtige voorpagina. Voorpagina, jeetje, je bent wel inderdaad wel goed ingelegd, moet ik zeggen. Ik weet niet waar je... Ik heb zo mijn bronnen. Ja, dat blijkt. Verraad ze niet, maar... Ja. Nee, we hebben inderdaad een prominent. Prominent zelfs? Ja, iemand die binnen de voetbalwereld... In de Zaanstreek? Hij is inderdaad in de Zaanstreek. En hij is nu volgens mij iemand die... nog op zoek is naar een betrekking. Maar goed. Ja, je blijft heel duizelig. Laat wat meer los. Nee, ik kan daar absoluut niks over vertellen. Want dat zou niet leuk zijn. Jullie moeten gewoon gaan kijken. Hij ligt bij de verenigingen en wij wachtkamers. Dus pak hem. En ik zou zeggen, mail ons of jullie het leuk vinden. Dus 13 december zien wij hier op dat mooie blad... Zien wij een prominent. Absoluut. Die bekend is in de Zaanstreek. Bekend is in de Zaanstreek. En daarbuiten? Ja, wereldwijd zelfs. Wereldwijd. Ja, dus we hebben echt een grote ster op de Zaanstreek. Ja, ik vind het een grote ster. Maar of het publiek dat ook vindt, absoluut. Ja. En de oplage, hoeveel wordt die? Ja, de oplage wordt 6.000. 6.000? Ja, 6.000 exemplaren. En daar, sportkantines. Sportkantines. Bij de dokter, bij de voetbalkantines uiteraard. Daar komt een bakje te liggen en daar komt hij erin. En daarnaast bij wachtkamers en in ziekenhuizen bij de wachtkamers. Dus er komt overal. En we gaan natuurlijk een promotieteam op straat sturen. Dus het komt allemaal goed. Ja. Dus je bent de druk doen. Ja, ik ben hartstikke blij. Absoluut. Nou weet ik ook dat eind van het voetbalseizoen, zomerrust op. Ja. Om het zomaar even te zeggen. En we hadden het sportgala, het voetbalgala. Ja. Gaan we daar ook weer aan deelnemen als Zaansportkrant? Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja, dat gaat gewoon plaatsvinden. En ik zie de vraag al voor me, dat je die gaat stellen van waar wordt het dan gehouden? Ja. Ja, dat dacht ik al. Nee, dat weten we niet. We hebben een team die gaat uitzoeken waar het beste aan gehouden kan worden. We zijn weer bezig om te gaan kijken om weer een voetbalwedstrijd van tevoren neer kunnen zetten. En Erik was volgens mij vorig jaar de trainer, met Guillaume. Ja, ja, heel toevallig. Ja. Dus wie weet... De enige trainer waar ik mee op was. Ja. Ja, daarom heb ik ook neergezet naast elkaar vandaag. Nee, dus. Hoe kijk jij tegen zo'n sportgala, voetbalgala aan in de Zaanstreek? Vind je dat een meerwaarde? Ja, absoluut. En ik vind het leuk. En ik vind het weekteam en dan de maand speler ook een heel leuk initiatief. En eigenlijk zou je daar iets meer mee kunnen doen.
Ja, ik vind het Galen vond ik zo leuk dat ik zoiets van ja, dat het eigenlijk jammer was dat het niet zo heel erg goed bezocht werd. Vooral de eerste keer was dat. We waren natuurlijk de eerste keer op het beachsoccer gedaan. Ja. En daar is Guillaume Groot volgens mij speler van het jaar geworden. Ja, dan ga je al minder. Ja, dan gaat het inderdaad minder. Ja, precies. En het tweede jaar hebben we het bij Brooks Events gedaan. Toen was het wat druk. Afgelopen seizoen bij Hellasport. En dan was het even wat minder druk. En, ik weet niet, misschien lag het aan het weer of mensen. Dus we gaan weer proberen om het weer een leuk item van te maken. Kudu, dat is meteen een mooi bruggetje. Van de sportgala trainer van het jaar. Hij is het helaas net niet geworden. Hij werd derde. Ik kom meteen naar voren roepen. Guillaume Groot van Assen Delft. Nou, Guillaume, derde. De man die het volgens de kijkers beter zit naast je. En daarboven zat Imdad. Ja. Hoe sta je er tegenover als jonge trainer dat jij meteen derde wordt of maar derde wordt? Hoe sta je er tegenover? Nou, ik vond in dit geval dat ik maar derde werd. Dus ik vond het niet helemaal terecht. Ik vond Imdad zeker een terechte winnaar. Als je kijkt naar 2 jaar achter elkaar kampioenschap. Dus daar kan je weinig aan tornen. Erik had... Buiten het feit dat hij het heel goed gedaan heeft, heeft hij een periodetitel gehad. En er waren ook trainers die hadden gewoon de kampioenschap behaald. En ik denk dat het kampioenschap van Assen Delft redelijk onderbelicht is gebleven. Zeker bij de Zaanse Sportkrant. Dus ja, ik vond zeker dat ik bij de eerste twee moest eindigen. En dat is niet arrogant bedoeld, maar dat is gewoon puur als je kijkt naar de resultaten. Dat mag je zeggen. Dus dat vond ik. Dus ik was daar best teleurgesteld over. Dus ja, ik vond het niet terecht. Nou ja, je mag je meningen verkondigen hierover. En daarom stellen we deze mooie vraag aan jou. Maar je zegt dat al net kampioen ben je vorig jaar geworden met Assen Delft. Ja. Ja, niet iedereen had het verwacht. Wat is dan nu je doelstelling? Je bent een jonge trainer, vorig jaar voor het eerst hoofdtrainer. Wat is dan nu, wat verwacht de club nu van jou? Nou, ik denk dat we gewoon hele realistische doelstellingen hebben. En dan denk ik gewoon om ons netjes te gaan handhaven. En alles wat daarboven kan meekomen, dat zien we dan wel. En natuurlijk, je speelt altijd om prijzen. Daar ben je trainer voor, daar ben je ambitieus voor. Ik hoop dat we leuk kunnen meedoen in die periode. En voor de rest zien we wel. De eerste doelstelling is gewoon veilig, zo snel mogelijk veilig staan. En dan kijken of we wat leuks kunnen behalen. Ja, je staat nu een goede middenmoot, dus die doelstelling moet je wel kunnen halen. Nou ja, goed, die middenmoot is heel groot. En ik denk dat alleen Erik met zijn team echt redelijk goed voor staat. Die staat ver boven de middenmoot, laat ik het zo zeggen. Goed, het gat met de nummer 3 is 3 punten, maar het gat met de onderste 3 ploegen is 5 punten of 4 punten. Dus het is heel relatief. Je zegt, je moet 2 keer gewoon winnen. En als je 2 keer verliest, dan doe je mee voor de onderste plekken. Nou ja, je wint toevallig van je collega. Ja. Niet toevallig hoor. En, ze waren bij. Ik heb gehoord dat het aan het weer lag. Ja. Nou, het weer zat niet mee. We zijn van tevoren met z'n tweeën naar de scheidsrechter gegaan. Zo van, ja, kan je dat niet uit? Wat doet iemand er plezier mee? De tribune die trouwens prachtig is geworden, was nog niet klaar. En er moesten mensen in de alleen bovenste rijtje. Ja, dat is niet leuk voor zo'n wedstrijd. En alleen de scheidsrechter die had zoiets van, nou, kan mij het schelen. We gaan voetballen. En heb je daardoor verloren, denk je? Of niet? Nou, het heeft niet geholpen. Maar dat is voor Guillaume's ploeg hetzelfde. Leuk voetbal was het op een gegeven moment niet. En uiteindelijk winnen ze terecht. En kan het je kampioenschap kosten, die nederlaag tegen Guillaume? Want vorig jaar op 1 punt na... Op 1 punt na, ja. Red je het niet, maar ja, zo'n verliespartij tegen, nou, wat hij net zegt, moet ons handhaven tegen zo'n ploeg. Tegen een ploeg als Assen Delft vind ik dat niet zo erg. En hoe speelt het in jouw team, dat je vorig jaar op 1 punt na geen kampioen wordt? Hoe staat het erin? Nou, ik denk dat, nou ja, sowieso in 2A is het altijd heel dicht bij elkaar, de ploegen. En dat is niet alleen bij de eerste 3, maar dat is daarna ook. Eigenlijk altijd heel dicht bij elkaar en natuurlijk is elke verliespartij is jammer. Maar als een ploeg gewoon leuk voetbal speelt, dan vind ik dat niet zo erg. En we hebben daar best ons best gedaan, alleen ja, ze waren een stukje sterker. En hoe speelt dat nu dit jaar bij de jongens? Vorig jaar op 1 punt na die kampioen. Leeft dat nog in de groep? Of denk je aan het einde van het jaar dat ze toch op een of andere manier weer... Nee, het leeft maar de goede kant op. Het is natuurlijk voor Hellasport is het onredelijk. Als ik toen gekomen werd, toen stonden ze onderaan. En het eerste jaar werden we 7e en het tweede jaar werden we achter Uitgeest net geen kampioen. Tenminste, Uitgeest het kampioen net erachter. Laatste jaar overzee. Dus het zou een beetje raar zijn als ik ging aan tafel zeggen, ja, handhaven, middenmoot en een periode is prima.
nee, dat kan ik niet tegen de club maken. En tegen iedereen die Helles een warm hart toedraagt ook niet. En mijn spelers wel helemaal niet. Dus je vuist op tafel en je zegt gewoon, we moeten kampioen worden. Dat hoeft niet eens met vuist op tafel. Die jongens hebben ook zoiets van, nou ja, wij willen graag kampioen worden. Ja, duidelijk. Ja. Gisteren 2-1 gewonnen van Blauw-Wit Amsterdam voor de beker. Nou, feestelijke opening van de nieuwe tribune. Erik zei net al, vorige keer stond hij er nog niet. Mensen moesten schuilen. Hoe was het feest na de overwinning? Nou, het feest was eigenlijk vooraf al. In de ochtend speelden de jongste jeugdleden, de F1, speelden tegen Ajax F2. En dat was al een belevenis op zich. Ik geloof dat er 300 man kwam kijken. Nou, dat is heel uniek natuurlijk. En zeker als je het over een jeugdwedstrijd hebt. Maar dan zie je gewoon dat het een heel warme vereniging is. En op het moment dat er een feestelijke opening is, dan loopt het in ieder geval de Zuid van Assendelft, die loopt daar loopt dan ook uit. En dat was ook heel mooi om te zien. Dus het feest begon eigenlijk al heel vroeg. En dat heeft zich in allerlei festiviteiten heeft zich doorgetrokken tot de wedstrijd. Ja, dan ben ik ook blij dat je wint. Dan stap je toch met een beter gevoel de kantine in. En dan smaakt het biertje lekker. Iets lekkerder. En je gaat iets langer door. Een zanger was er aanwezig, geloof ik. Nou, dat was een DJ. Er was muziek. Ja, dat was heel gezellig. Dus de late uurtjes door? Of? Nou ja, je moet wel op een gegeven verstand als trainer ook maar een beetje gaan... Laten bot vieren. Wanneer het te gezellig wordt, moet je gaan opstappen, zeg dat maar. Nou ja, jij bent, je zegt het zelf al, trainer, maar je bent ook spelercoach geweest een beetje bij KFC. Ja. Hoe staan de jongens dan tegenover je? Want de ene keer ben je speler, de andere keer ben je coach. Is dat niet lastig? Ik was er in het begin wel bang voor, maar ik denk dat het pas mee gaat spelen op het moment dat je zelfstandig trainer wordt. Ik moet zeggen dat het eigenlijk heel natuurlijk verliep. Dat kwam ook omdat ik als speler... ik was ook aanvoerder van het elftal en ik had heel veel jonge jongens zaten in het team. Dus dan ben je al heel gauw een leider natuurlijk binnen zo'n elftal. Ja, en op een gegeven moment word je trainer. Ja, de rol wordt iets anders, maar de persoon blijft hetzelfde. En ik denk dat er dan ook weinig is veranderd. Het was voor mij eigenlijk wel alleen een reden om wel weg te gaan. De KFC had wel de plan om mij zo snel mogelijk voor die groep te gooien en dat ik echt Chris zou opvolgen. Maar dat zag ik niet zitten, dat was niet goed. Dat voelde ook niet goed. Dan had ik wel het idee dat het te close werd allemaal. Ja. En ik wist te veel van de jongens en de jongens van mij. En dan moet je ook gewoon moet je elders je heil zoeken. Dus misschien over een paar jaar dat je terug gaat naar KFC? Nou ja, kijk, ik voel me KFC, dus de kans is wel aanwezig. Tenminste, ik zou het wel ambiëren om het ooit een keer te doen. Maar ik zeg niet dat het op heel korte termijn moet. Ik heb het wel te goed naar mijn zin in Assendelft. Hoe vinden jullie het, Erik, nou, met jou beginnen, het betalen op sommige niveaus? Soms wordt het op het derde klasse niveau, nou, we zien het bij Fortuna, zien we dat er al fors voor betaald. En nou ja, bij Hellasport hoor je verhalen dat betaald wordt. Hoe zijn jullie er tegenover, om met jou te beginnen? Hoe zijn jullie tegenover het betalen op het amateurniveau? Als de prestaties nou vanant zijn, dan heb ik er geen probleem mee. Waar je wel voor op moet passen is dat je spelers binnenhaalt die echt alleen maar voor het geld komen. En je moet een stuk identiteit houden als vereniging. En ik denk dat je niet alleen als trainer, maar vooral als bestuur ook, als je dat gaat doen, wel moet opletten van ja, wat krijgen we binnen. En blijft het wel leuk voor ons publiek? Want uiteindelijk gaat het om een vereniging. Ja. En natuurlijk willen we allemaal hoog spelen en betalen vind ik helemaal niet slecht. Alleen het zou toch zonde zijn dat er in Assendelft alleen maar jongens lopen die... uit Amsterdam, Haarlem en waar dan ook vandaan komen. Dus je zegt, betalen niet erg, maar zolang het maar wel een beetje met een club hard nog gevoeld wordt. En hoe zie jij dat tegenover, Jan? Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Wij hebben een hele vaste kern van jongens die allemaal uit Assendelft komen. Ik zeg allemaal, als trainer ben je toch een passant. En dan zou ik als trainer allerlei spelers gaan aantrekken van alle andere verenigingen. Dat zou ten koste gaan voor jongens uit het dorp. Ja, na een aantal jaar, ben je weg en dan vertrekken die jongens waarschijnlijk ook. Dus ik weet dan niet wat de toevoeging is van zulke acties. Ik ben gewoon voorstander van wat we bereikt hebben, daar gaan we ook mee verder. En natuurlijk heb je versterkingen nodig. En wij hebben het geluk gehad dat het ook jongens waren die uit Assendelft kwamen. En we hebben één jongen die buitenaf is gekomen. Die wil in zichzelf investeren, dus heel graag. En dan ben je bij ons op het goede adres. Ja, ik zeg het ook, je hebt bijvoorbeeld ook een Rick Nelen in jouw ploeg zitten. Ja. Hoe sta je er tegenover dat hij met alle respect bij Assendelft voetbalt en dat hij eigenlijk een stuk hoger kan voetballen? Voor jou is het natuurlijk fantastisch als trainer om zo'n jongen erbij te hebben. Maar stimuleer je hem niet om toch hoger te gaan voetballen of denk je van nou, mooi dat ik hem heb, ik hou hem. Ik ben heel blij met de spelers die ik nu ter beschikking heb. En
Dat zeg ik, als het kan wil ik hem best een handje helpen om naar een hoog niveau. Maar dat geldt voor alle jongens in mijn selectie. Als ik daar een steentje aan kan bijdragen, dan is dat zo. Kijk, als ze zich sportief kunnen verbeteren, dan graag. Maar willen ze dat ook? Willen ze ook zelf hoog op? Of zeggen ze van, ik wil echt bij Arsenal blijven voetballen, want dan kan ik lekker mijn biertje drinken of een andere insteek die ze hebben met werk of zo? Ja, nou ja, ik denk dat het vooral van hunzelf afhangt wat ze graag willen. Ik denk dat ze misschien tot vorig jaar niet beseft hebben dat ze zo goed kunnen voetballen. En dat zeg ik, er zitten een aantal jongens tussen die kunnen hogerop. Dus ik zou dat best stimuleren, want het is een verrijking voor jezelf. Alleen op het moment dat is belangrijk. Je moet, als ze weggaan, dan moeten ze ook een warm hart meekrijgen. Ja. En dat ze weten dat ze weer welkom zijn. En dan komen ze ook weer graag terug. En dat is, denk ik, bij Hellas ook niet het geval geweest in x-aantal jaar. Je hebt zelf voetbal te doen. Ja, nee, goed, ik had ook niet meer het gevoel om terug te gaan naar de club. Ik koos er ook voor om sportief hoger op te voetballen. En ik heb toch een beetje het gevoel gehad dat nooit in dank is afgenomen. Dus het was voor mij eigenlijk ook niet eens een issue om terug te keren bij de club. Ik me echt wel een Hellassporter voelde toen het uiteindelijk speelde. Ik heb 7 jaar in het eerste. Ja, daarom. Gestaan. Je hebt er een hele tijd gespeeld en toch kies je dan voor KFC. Dus ja. Ja, maar ik ben gevoelsmens. Dus als mensen mij goed behandelen, dan behandel ik hun ook heel goed. Nou, dat is duidelijk. Hoe vind jij hem, Erik? Jonge trainer, tweede jaar voor een groep. Hoe zie jij Guillaume? Nou, ik heb Guillaume natuurlijk in die bewuste wedstrijd mee mogen maken. Wel eens als speler gezien dat hij bij een andere club zat. En ja, het is gewoon een goede trainer, een rustige trainer. Heeft kijk, brengt over op jongens wat hij wil en probeert ook jongens beter te maken. En ik denk, maar dan moet hij mezelf maar aanvullen, dat Guillaume een trainer is die elk individu beter maakt en daardoor zijn team veel beter laat spelen. En dat min of meer altijd zijn uitgangspunt is. Ja, mooi gesproken. Dat is een mooi compliment, Guillaume. Kan je ook zo'n mooi compliment terugmaken naar Erik? Het grappige is, want die jongens van Assendelft zeiden ook van, oh, je zit met Erik, hè? Jullie kunnen elkaar wel een paar veringen in je kont stoppen. Nou, maar dat is ook zo. Ik vind Erik gewoon een hele goede trainer. En dat is niet op een basis van één wedstrijd die ik gezien heb. Het is gewoon op basis van een aantal jaar dat hij bij Hellas actief is. En het wereldje in de Zaanstreek is heel klein. En ik hoor heel veel van trainers of spelers. Dus ik weet dat spelers altijd heel positief over Erik praten. Of het nou bij Zilvermeeuwen was, of het nou bij WSV30 was. Dus ja, dan moet je wat in je mars hebben. En als je al een x-aantal jaar zo stabiel bent bij een toch wel moeilijke vereniging als Hellas. Want er zijn toch al een aantal trainers die hebben daar de revue gepasseerd. En hij zit daar toch al een tijd, dus ik vind het heel knap. Dus dan moet je gewoon een goede trainer zijn. Kan niet anders. Ja, mooi gesproken. Ik denk dat het een mooie afsluiting is van deze avond. En nogmaals succes. En dan komen we zien. Dankjewel. Dames en heren, dank u wel weer voor het kijken naar Zaansgras in Café Zaanzit. Over 2 weken zijn we er weer. Of ik zit er, of Kees. En 13 december, hou die datum in de gaten, want dan is Zaansgras van u. Dankjewel.